Oké, we gaan vandaag inloggen op de Elo en omdat jullie daar nog geen wachtwoord voor hebben, ga je die aanvragen vandaag. Je vult als eerste normaal gesproken je gebruikersnaam in en je wachtwoord om in te loggen op de Elo. Ga eerst naar elo.vermalandlyceum.nl en als je daar bent, klik je op ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. Als je dat gedaan hebt, even weghalen. Als je dat gedaan hebt, klik je hier en vul je je gebruikersnaam in. En je gebruikersnaam is je leerlingnummer. In mijn geval, om te testen, dit is mijn leerlingnummer. Vervolgens klik je op zoek. Lees deze tekst even goed door. Als je je juiste gebruikersnaam of e-mailadres hebt ingegeven, ontvang je automatisch een e-mail. Die e-mail die komt binnen op jouw e-mailadres wat bekend is in Magister. Het zou kunnen zijn dat je mail in je spambox zit. Dus kijk niet alleen naar je inbox, maar kijk ook naar je spambox. Ik klik nu op ga door. Deze haal ik even weg. Dat komt omdat hij alles onthouden heeft. Ik ga nu naar mijn mailbox toe. Ik ga eventjes naar mijn Gmail in dit geval. Ik krijg nu dus een mail van Avetica. Ik klik op die mail en daar staat beste Jorg. Daar staat dus jouw naam. Een nieuw wachtwoord aangevraagd. Ga naar onderstaand adres om te bevestigen en om een nieuw wachtwoord te krijgen via e-mail. Je klikt nu op deze link. Je komt nu weer op de site van de Elo terecht. Als het goed is, staat hier jouw e-mailadres. Het nieuwe wachtwoord werd automatisch gegenereerd. Misschien wil je het wachtwoord veranderen in iets wat je gemakkelijk kunt onthouden. Je gaat nu weer even naar je e-mail toe en gaat naar je postvak in. Als het goed is, heb je daar een nieuwe mail gekregen met je gebruikersnaam en je eenmalige wachtwoord. Je gebruikersnaam, je leerlingnummer en je eenmalige wachtwoord. Klik nu op deze link. Kom je weer op de Elo terecht. Vul nu in je gebruikersnaam. In mijn geval 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En mijn eenmalige wachtwoord. En dat is deze. Die kun je copy-pasten. Ctrl-C en een eenmalige wachtwoord. Paste. Login. Als het goed is, ben ik nu in mijn testaccount binnen en kan ik bij mijn profielinstellingen dat wachtwoord veranderen. Dus ik klik nu hier op profielinstellingen, dan op verander wachtwoord. Je vult weer je eenmalige wachtwoord in. Die heb je al gekopieerd, dus die kun je weer plakken. En je vult hier een wachtwoord in wat je makkelijk kunt onthouden. Dat doe je 2 keer. Let op, 8 tekens, 1 getal, 1 kleine letter en 1 hoofdletter. Klik nu op bewaar wijziging. Vanaf dit moment is je wachtwoord veranderd. Klik nu op ga door. En je bent binnen in de Elo. Je ziet dat ik in Afghanistan woon, plaats Schelderop en mijn eerste toegang en mijn laatste toegang. Tot zover het aanvragen van een nieuw wachtwoord. Ik hoop dat het allemaal lukt. Succes!